Mijn naam is Annemiek en ik wil jullie voorstellen aan de draak in mij. En als ik hier ben in het atelier en als ik met mijn handen in de klei mag zitten, dan gebeurt er iets met mij. Dan word ik heel rustig en dan zak ik ergens in mezelf. En ja, dat is altijd een magisch moment. En wat gaan dan mijn handen doen? Gaat mijn hoofd iets doen of gaan mijn handen iets doen? En deze draak, ja, dat is natuurlijk de draak in mij. En dit is het resultaat van, ik denk een maand of vier werk. Hij is nog niet af. Maar deze draak leert mij heel veel over mezelf. Hoe ik in verbinding kan komen met de ruimte in mezelf om iets te laten ontstaan. En als we het hebben over de workshop Authentieke Zelf, die Catharine en ik 5 tot 7 mei gaan geven, dan hebben we het over hoe kun je weer vrij worden in jezelf. Vrij in wat je graag wil doen, wat in jou naar buiten wil komen. Ja, bij mij komt er een draak, maar bij jou kan dat iets heel anders zijn. En het is niet zo vanzelfsprekend dat je vrij bent in jezelf. Was het maar zo. Het gaat niet zonder slag of stoot. En ook deze draak, ja, daar gaat ook wel eens iets mis. Dan valt er ook wel eens een puntje af. En met klei is dat relatief makkelijk te repareren. Maar hoe repareer jij jezelf van binnen als je vastzit in stukken? En daar gaat de workshop over. Die gaat over hoe kun je weer vrij zijn in jezelf en loskomen van al datgene wat jou belemmert. Nou, hier een beetje lijm op. Ja, hoe werkt nou dat nou toch in een mens, hè? Hoe doen we dat? En deze draak, ja jongens, die geeft mij toegang tot iets in mezelf waar ik eigenlijk geen woorden voor heb. Eerst dit even lijmen. Ken je dat? Dat je soms ook even moet zoeken waar iets hoort bij jezelf, waar dat thuis hoort. En dat is dit ook. Kijken wat helpt. Kijken wat je los mag laten, wat te veel is. Zo. Nog een beetje prut erop. Dus wat wij gaan doen, 5 tot 7 mei, gaan we kijken, door middel van rituelen, van symbolen, gaan we kijken van, hey, hoe kunnen we jou nog een beetje meer, nog een beetje zacht, dan gaan we kijken van, hoe kan jij weer vrij zijn in jezelf, en wat behoeft er aandacht, en dan gaan we vooral met heel veel lol naar kijken, heel veel lol, kijken hoe je het doet, hoe je het gedaan hebt. Nou, weet je, dit is wat jullie nu kunnen zien, hè? Hij schiet al aardig op. Maar je weet nooit hoe dit begonnen is. Want hij had eigenlijk hele zielige vleugeltjes toen ik begon. Dus dat was in mij ook een proces van loslaten en laten ontstaan. En dat is wat we gaan doen. Laten ontstaan in jou wat zichtbaar wil worden. Nou, voel je je aangesproken? Wil je informatie hebben? Zoek lekker contact met mij of met Catharine Dentjes. En echt, als je je aangesproken voelt, kom 5 mei. Want je bent van harte welkom. En nou ga ik weer even door met kleien.